panelen die worden zo, met zo'n vlucht ook efficiënter. Ja. Daardoor krijgt het ook al zoveel meer toepassingsmogelijkheden. Nou, we zijn hier op het Field Lab. Dat is eigenlijk, zoals het woord zegt, een laboratorium in het veld. Dus we kijken hier naar toepassingen die innovatief zijn, die relatie hebben met energie en water en die getoetst worden in de werkelijke omgeving. Drijvende zonnepanelen is nog steeds een kleine, hele kleine markt. Maar goed, als het steeds moeilijker wordt om op land dingen te verwezenlijken, dan ja, is het een logische gedachte om ook op water te gaan kijken. Hoewel het technisch wel een stukje lastiger is. En vandaar dat dit soort onderzoekspilots belangrijk zijn om vragen te beantwoorden, een kennisbasis te ontwikkelen. Ja, je kunt hele robuuste drijvers maken, maar de panelen moeten er ook geschikt voor zijn. Ja. Nou, de panelen die nu worden gemaakt, ja, die zijn niet per se gemaakt om op zee te overleven. Nee. We hebben eigenlijk drie doelen in het project. We willen toch graag weten wat is nou elektrische prestatie van de systemen die daar op het water liggen. We hebben ook bewust gekozen voor drie uiteenlopende systemen. Dus niet drie dezelfde, want je hebt ook systemen die erg op elkaar lijken van verschillende bedrijven. En we willen gewoon kijken naar wat is nou de mechanische stabiliteit, de robuustheid van dit soort systemen als er straks een storm van windkracht 8 over het meer waait. Dit soort water, waar de golven nog hoog op kunnen lopen, brak water, hè, dus dingen kunnen corrosie veroorzaken. Nou, dat is nog een beetje onontgonnen gebied, dus je kunt dat misschien wel pionieren noemen. Dus we willen nu gewoon wel een volgende stap maken, kijken of die systemen die we nu hebben geselecteerd het een jaar gaan volhouden. Ja, ik denk die zijn extreem trots op de zee zelf. Ja, en zo. Ja, en dat, je voelt gewoon die passie die daar ja, zit. Ja. Dat komt wel lekker terug. Water is mijn passie. Dat is misschien ook een van de redenen hoezo ik zo fascineerd ben van Floating PV. Ik vind het een schitterend project hier. Groene energie staat heel hoog op onze agenda van Sabic. Voor onze eigen productie, maar ook voor de rest van de wereld. En daarvoor was het voor ons belangrijk om bij deze project hier mee te werken. Sabic maakt kunststoffen. En Sabic heeft een behoorlijk rijk portfolio aan verschillende kunststoffen. Maar zeer zeker ook de energietransitie geeft ons heel veel mogelijkheden om de kunststoffen in te zetten. Wij willen die optimale materialen ontwikkelen voor toepassing zodan floating solar. Uiteindelijk hebben we een planning gemaakt waarbij begin augustus het Solaris Float, het bedrijf uit Portugal, is begonnen met bouwen. Pay attention, it slides, okay? 2 weken later kwamen de Spanjaarden, Easy Floating. En het Nederlandse bedrijf Tessel for Trading is zeg maar, ja, ook in de eindfase van hun bouwproces. Equinor wants to take a leading role in the energy transition. The future energy mix will require a set of different technologies. Floating solar has the potential to be one of the component in such future systems. And we believe that some of the answers will be provided by this project and we're very excited to see the outcome. Mensen die hier langskomen, die zijn heel nieuwsgierig naar wat hier aan de hand is. Ja, dat is ook leuk. Ik denk ook dat het wel goed is dat je laat zien dat er nieuwe oplossingen worden gezocht voor de toepassing van duurzame energie. En we nemen als gemeente daar heel graag onze rol in. Maar het doel is niet om dit Oostvoornse meer te gebruiken voor zonneopwekking. Het doel is hier is echt om die testfase te doen. Ik vind ook het echt wel gaaf dat dit gelukt is. Wat je wel ziet is dat er steeds meer vragen komen over de ecologie. Hè? Wat is het effect van dit soort parken op de waterkwaliteit en daarmee ook op de ecologie? Ja. Wat is nou het effect van die drijvende zonnepanelen op het onderwaterleven? Heeft dat invloed? Heeft dat een negatieve invloed? Er zijn eigenlijk nog weinig antwoorden op. Dus dat is ook echt wel wat we nu moeten gaan onderzoeken. In dit geval doen we dat samen met de Hogeschool Zeeland. Maar dat is essentieel voor een vervolg. Ook het bedrijf, maar zeer zeker ook privé wil ik in ieder geval dat we een toekomst hebben waar we goed en met veel genoegen in kunnen leven. En ik denk dat die toekomst bedreigd wordt. Daar moeten we denk ik toch de juiste maatregelen voor gaan nemen. Zowel privé als dat de industrie dat moet doen. Soms kan ik wel het gevoel hebben van nou, we zijn wel bezig om de aarde zo snel mogelijk uit te putten.
En ik bedoel, daar zal ik misschien voor tot het einde van mijn leven misschien niet de directe gevolgen van meemaken, maar wel mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Ja, dat vind ik wel echt wel zorgwekkend. En nou, ik hoop echt dat ja, met dit soort ontwikkelingen, waar ik dan zelf aan mij bij mag dragen, dat is ook waar ik het voor doe. En dat is eigenlijk het ontzettend leuke van het werk bij TNO, om gewoon aan de wieg te staan van de oplossingen voor de toekomst, die zo ontzettend nodig zijn.